gezag, veel te zacht voor wat zij hebben gegeven. Nog een keer, geef ze een hartelijk applaus, de groep van 2023! Nou, hij heeft wel de keuze gemaakt wie het beste ritmegevoel had. Ik vond ze allemaal goed. Dit was Noord-Amerika. Naar Noord-Amerika gaan we verder. We gaan naar Oceanië, dus mooi aan de andere kant van de wereld. We gaan naar Nieuw-Zeeland en we gaan kijken zometeen naar de band. En dit is een dekkenbreker. De Naordi Oafitie Tera. We kunnen ook zeggen de reizende zon. Deze groep brengt ons vooral Pacific en de Maori-cultuur. Dat is wat zij gaan laten zien. En ik kan u vast verklappen, u gaat ze vanavond twee keer zien. Ze komen twee keer op het podium te staan. Want vanavond staat vooral de Samoa-cultuur centraal. En dat is een Pacifische cultuur. Dat is weer een eiland in Oceanië. En we gaan zo meteen kijken naar één uitvoering, één langere uitvoering. En het gaat over een jonge vrouw. En die jonge vrouw die is herkennen met een hoog kapsel op. En wat het verder allemaal gaat gebeuren, wat allemaal gaat inhouden, we laten ons verrassen. Graag een applaus, een warm applaus voor Naordi Oafitie Tera. Oh,
Thank you.
te dansen, zullen we maar zeggen. Dus we gaan zo meteen kijken dus naar Naori of Vita Terra. Nou ja, het reizende zon, reizende zon. Wat ik heel aardig is om te vertellen over deze groep. Ze hebben al ontzettend veel afgedanst in hun eigen land. Maar dit is de eerste keer dat ze buiten hun land staan te dansen. En überhaupt ook in Nederland zijn. Europa dus. Deze dansserie, want zij dansen allemaal verschillende dansen achter elkaar, brengt ons naar de Cookeilanden. Dames en heren, u applaus voor Naori o Vita Terra.
Thank you.
Applaus, niet alleen voor de dansers, maar ook voor deze fantastische mensen.